Het is vandaag 21 januari 2016, dus op het moment dat dit uitgezonden wordt is dat al even geleden. Maar de reden daarvoor is simpel, er rust embargo op het materiaal op de auto waar ik vandaag ben. En ik ben vandaag in Londen in Chelsea in een chique tent. En je kijkt hier naar de McLaren 570S, maar waar het om gaat is deze auto, de McLaren 570 GT. Want McLaren heeft natuurlijk inmiddels een aardige collectie supersportauto's in de sportseries, de Ultimate Series en ook de superseries. Maar er zijn ook mensen die niet behoefte hebben aan circuitrijden en gewoon liever een snelle, comfortabele auto willen hebben. Waarmee je ook gewoon ja, een beetje op je gemak naar Zuid-Frankrijk kunt rijden en ook nog wat bagage kunt meenemen. Kijk, hier staat de fotograaf die probeert nu de bagageruimte open te krijgen. Dat lukt niet erg. Ja, dit is natuurlijk ook nog een prototype, dus het zit nog niet allemaal super degelijk in elkaar. Maar onder deze glazen kap zit in ieder geval een bagageruimte. In totaal is er 220 liter opbergruimte in deze 570 GT. En dat is meer dan in welke andere McLaren dan ook. En ja, McLaren ziet deze auto gewoon als een aanvulling op het programma dat al bekend is. Gewoon de volgende stap. Geen radicale stap, ja, hadden we ook niet verwacht. Het merk is natuurlijk relatief jong, dus dan kun je geen al te grote bokkensprong maken. De grote wijzigingen zitten in de achterkant. De auto wordt op Genève officieel onthuld. In juni beginnen ze met de bouw en in juli begint de uitlevering.